De SLM heeft gisteren een lease agreement getekend voor een Airbus A340-300 uit Dubai. Het vliegtuig dat ingezet zal worden op de Mid-Atlantische route staat nu nog in Jordanië, waar het technisch gereed wordt gemaakt. Het is de bedoeling dat het toestel binnen korte tijd naar Suriname komt. De A340-300 wordt voor ongeveer 8 maanden geleased, binnen welke periode zal worden gewerkt aan het infaseren en ondertekenen van de lease agreement voor een langere tijd. Het Openbaar Ministerie is gisteren gestart met het virtueel voorgeleiden van verdachten. In het laatste kwartaal van het afgelopen jaar zijn alle voorzieningen getroffen om verdachten via een videoverbinding te horen. Met de virtuele voorgeleiding bespaart de staat de hoge kosten voor vervoer van verdachten. Daarnaast is voor deze methode gekozen omdat de parketwacht niet beschikt over voldoende voertuigen. De virtuele kamers zijn landelijk op diverse politiestations ingericht. De SUEED-campagne 2022 heeft ruim 340.000 SRD opgebracht. De inzamelingsactie begon op zondag 20 november 2022 en duurde tot en met zondag 18 december 2022. Het geld is bestemd voor het Leger des Heils Suriname en de stichting Single Mother Project Suriname. Laatstgenoemde organisatie zet zich in om de menstruatiearmoede bij meisjes en vrouwen terug te dringen. Inmiddels is het geld na afstemming met de accountant van Stichting SUEED overgedragen aan de twee organisaties.